Judas, schrijfstuk van damesromans. Oh, heb ik nog nooit van gehoord. Ik ook niet, maar uw vader was blijkbaar een groot bewonderaar van haar boeken en heeft haar als bescheiden blijk van waardering bedacht in zijn testament. Maar dat heeft ze natuurlijk niet geaccepteerd. Dat is geheel aan haar, juffrouw Lucretia. Ik heb ik heb haar uitgever geschreven en ik heb een keurig briefje teruggekregen dat zij vanavond met de trein om 7:15 uur aankomt. Ik ben zo vrij geweest om een taxi naar het station te sturen om haar af te halen. Ja, je spreekt wel heel royaal om met mijn geld, Penworthy. Maar hoe lang denkt dat mensen hier te blijven? Want je weet dat Dora niet gesteld is op vrede. Het spijt me, maar het hangt af of zij de voorwaarden van het testament accepteert of niet. Het kan zijn dat zij morgen al weg is, maar anderzijds... Voorwaarden? Houd je de voorwaarden in? Het spijt me, maar dat mag ik pas zeggen als het testament wordt voorgelezen. Het moet worden voorgelezen in bijzijn van alle begunstigden. Maar ik wil het nu weten, Penworthy. Ik sta niet toe dat de wildvreemden hier in mijn huis rondlopen en hun neus steken in zaken waar ze helemaal niets mee te maken hebben. Dat staat gewoon niet toe. Wat sta jij niet toe, Lucretia? De vreemden in huis. Ontslagen vreemden. De politie? Ach, Dora, doe het zo raar. Maar het waren allemaal ongelukken, Lucretia. Allemaal ongelukken. Ook die inspecteur van de belasting. Je mag niet toestaan dat ze me meenemen. Juffrouw Dora, alstublieft. Alstublieft. De dame in kwestie heeft niets met de politie te maken. Ze is een van de erfgenamen van uw vader en ze blijft hier vannacht logeren. Hier? Maar dat is onmogelijk.